De laatste boeken uit de kleine poppenbibliotheek in Ledenberg verhuizen naar een nieuwe plek. Na anderhalf jaar zijn de renovatiewerken er achter de rug. De wijkbibliotheek kreeg een heuse makeover. De elektriciteit werd vernieuwd, er zijn nieuwe vloeren en verlichting. De muren kregen een likje verf en ook de inrichting is anders. Er is een plaats voorzien om te lezen of te studeren. En zo is de bib een plek geworden waar je meer kan dan enkel boeken ontlenen. Wij hebben op dit moment ook een volledige ruimte ingericht waar de mensen hun krant kunnen komen lezen, tijdschriften komen lezen, op het gemak samenkomen. Wij zijn op dit moment ook een ontmoetingsplaats. We hebben boven ook een ruimte voorzien, twee grote tafels waar kinderen vanuit de wijk hun huiswerk kunnen komen maken. Er is ook een ruimte voorzien boven waar de mensen kunnen samenkomen om te vergaderen, voornamelijk alle stadsdiensten. Dus inderdaad meer dan alleen maar een boek uitlenen. De volledige vernieuwing heeft de stad Gent zo'n 200.000 euro gekost. En dat terwijl er begin dit jaar nog moest bespaard worden. Er zouden wijkbibliotheken sluiten en de openingsuren worden aangepast. Maar schepen Sammy Sogier verdedigt de keuze. Voor alle duidelijkheid, de plannen die op tafel lagen om bepaalde wijkbibliotheken te fusioneren, die zijn volledig van tafel. Dat is ook definitief goedgekeurd, dus dat gaat niet door. Vandaar ook, het was heel duidelijk hoe sterk het ook leeft. En daar hebben we natuurlijk ook begrip voor. Op een bepaald moment moet je ook zeggen, geen goede keuze. Dus je moet ook de eerlijkheid hebben om de klok terug te draaien, wat ook gebeurd is. En vandaar, meer dan ooit gaan we wel degelijk ook blijven verder investeren in onze wijkbibliotheken. Die moeten ook aangepast worden aan de nieuwe tijd. Deze bibliotheek dat dateert van 76, we zijn 50 jaar verder, dus het is ook wel nodig om daarop te investeren en in te zetten. Morgen is de bibliotheek voor de gelegenheid uitzonderlijk open van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's avonds. Er wordt dan ook een feestelijke heropening voorzien. Zo komt er om 11 uur een verteller die zichzelf begeleidt op accordeon. En om 2 uur 's middags strijkt het takkenorkest er neer. Of tenminste, toch als alle boeken nog tijdig verhuisd raken. Wij zijn eigenlijk tot gisteravond in onze poppenbibliotheek opengebleven, zodanig dat ook de mensen dan effectief nog hun boeken konden komen halen. Vandaag is inderdaad alle hens aan dek om alle boeken die daar in de poppenbibliotheek stonden, om die hier in de nieuwe rekken allemaal te stockeren. Dus we gaan nog een lange dag tegemoet, denk ik. Ja.